Ja jongens, welkom bij een nieuwe Flashback Vrijdag. En ik denk dat dat logo wat je net hebt gezien, dat die al een klein beetje heeft verklapt wat we gaan doen jongens. Want we gaan op de Sega Mega Drive spelen. We hebben natuurlijk bij Flashback Vrijdag al veel op Nintendo consoles gespeeld. Maar we mogen Sega absoluut niet afvlakken, want Sega was in de jaren 90 misschien wel iets populairder dan de Nintendo. En dat hebben ze goed gedaan. En dat kwam onder andere door de game die we vandaag gaan spelen. En ik klik hem maar gewoon heel even lekker snel erheen. Behalve dat hij nu dus in beeld komt. Dat kan maar één zijn natuurlijk. Dat is de Blue Blur Sonic the Hedgehog. En we gaan niet Sonic the Hedgehog 1 spelen. Nee, we gaan deel 2 spelen. En waarom gaan we deel 2 spelen? Kijk, we zitten hier in een slaapkamer. En dit is toch echt vooral de slaapkamer zoals die eruit zag in mijn tienerjaren. Hier, kijk, een Super Soaker ligt daar in de hoek. Een klein beeldbuis tv'tje, 31 centimeter beelddiagonaal had ik destijds. Consoletje eronder. En hier staan de videogames. En dan gaan we er gewoon gelijk induiken. Want de game waar ik het over heb is Sonic the Hedgehog 2. Sonic the Hedgehog 1 sloeg in als een bom. Oh, dit geluid. Sega! Sloeg in als een bom en dus moest er heel snel een deel 2 komen. En een jaar later verscheen deze op de markt. En ik weet nog, de eerste keer dat ik dit speelde bij een vriend thuis, ik keek mijn ogen uit, want je kon dit gewoon samen spelen. En dat is nu niet wat we nu gaan doen. Nu gaan we gewoon de game checken. Single player. Emerald Zone. Hier gaan we. Ik speel het op PC uiteraard. En met een Xbox controller. Dus niet helemaal zoals het hoort. Maar we moeten het doen met hetgeen wat we voor handen hebben. Ik wou zeggen, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dat is een veel betere uitspraak geweest ook natuurlijk. Maar het ding was, een van je vrienden kon dan, wanneer je singleplayer speelde, kon Tails dan besturen. En die kon je dan oppakken en die kon je naar andere plekken brengen. Ik vond het echt ongelooflijk bruut. Sowieso was het level design ook wat verbeterd ten opzichte van het eerste deel. Een stuk spectaculairder ook. En sowieso, zeg nou eerlijk. Sonic is toch gewoon de veel, veel coolere mascotte vergeleken met die domme loodgieter. Sorry jongens, ik heb gewoon niet zo heel erg veel meer met Mario tegenwoordig. Toen ik opgroeide, was het al minder als met Sonic. En eigenlijk nu al helemaal. Ondanks dat de games gewoon fantastisch zijn, hè. Emerald Hill Zone 2. We gaan gewoon heel Emerald Hill doen. Inclusief de baas op het einde. En ik denk dat we dan een leuke trip down memory lane hebben meegemaakt. Ik kan me nog herinneren ook die sneakers die Sonic hier aan heeft. Ik vond die zo cool. Ik wilde die heel graag hebben. Na vandaag de dag hoef ik het absoluut niet te hebben. Ik ben benieuwd of ze ooit nog zijn uitgebracht. Ze waren toen echt de hotte sneakers. De sneakers die ik op dat moment had, die waren ook wel heel bruut. Ik weet niet of je die nog kent. Laat het vooral weten als je ze ook hebt gehad. Maar LA Gear. Ken je die schoenen nog? Dat waren volledig zwart lederen sneakers. Althans, zo was het in mijn, is het in mijn geheugen. Maar die hadden lampjes in de hak. Dat is later natuurlijk heel veel nagedaan door allerlei merken. Maar toen was het echt vernieuwend en insane. En iedereen wilde het hebben. En ik was één van die lucky guys die het had gekregen van zijn ouders. Daar maakte hij wel echt de blitz mee op school, hoor. Uiteraard, de boss battle op het begin is niet heel erg moeilijk natuurlijk. Wat had je verwacht? En een kopje koffie erbij. Oh, ik heb nog steeds nachtmerries van dit level, man. Want
dit is ook een waterlevel. Dat zal je zo meteen wel maar gelijk zien. Helemaal onderaan het level staat het onder water. En als ik ergens zenuwachtig van word, dan zijn het wel waterlevels. En ik ben hier dan ook regelmatig echt afgegaan. En dan moet je op deze bewegende blokken springen. Om weer naar boven te kunnen komen. Nou, terwijl je super gestrest bent, gaat dat natuurlijk 100 keer mis. Van deze warp-pipe zou ik zelf vet. Ik zou niet weten hoe ik ze anders moet noemen. Warp-pipes komt natuurlijk uit Mario, maar daar doet het me meestal aan denken. Sowieso de soundtrack bij al die Sonic games is zo ontzettend goed gedaan. Ik weet nou niet of dat nou bij Sonic 1 was, Sonic 2 of Sonic 3. Maar het scheen dat één van die Sonic games, dat Michael Jackson de composer was. En ik dacht dat dat deze Sonic was. Maar correct me if I'm wrong. En het is een urban legend, hè? Dat wil niet zeggen dat het ook echt zo is geweest. Maar het schijnt Michael Jackson gedaan te hebben. Michael Jackson had ook later natuurlijk zijn eigen game op de Sega Mega Drive. Michael Jackson's Moonwalker. Misschien dat zo in een dealtje in elkaar is gefietst. Ik weet het niet. Maar leuk speculaas, dat wel. Altijd zoveel mogelijk boven blijven. En je kon hier voor het eerst deze move doen. De spin dash. Dat zat namelijk niet in deeltje 1. Daarna altijd een vast onderdeel geworden van de game. En je weet hoe het werkt, hè? Je moet gewoon eigenlijk helemaal links eindigen. Dus dit voelt een beetje contraproductief, maar ik denk dat we hieronder straks wel verder naar rechts kunnen. Kijk, en je zag het al. Die panelen gaan verdwijnen en hier is het water. Daar gaan we denk ik niet aan ontkomen. Maar, als ik even heel goed nadenk, volgens mij heb ik deze game verder nog nooit uitgespeeld. Oh. Oké, dat bedoel ik. Daar gaan we. Oh my god. Hier kan ik echt niet tegen. Het is niet moeilijk. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik hou er niet van. Zie, dat bedoel ik. Haastig spoed is zelden goed. Oké, kom op, ga staan alsjeblieft, want je moet even spinnen. Oké, nou, hij gaat straks echt naar adem zitten happen. Zie, dat bedoel ik. Oké, goed opletten. Die panelen, die komen dus aanvaren. Mijn timing gaat zo off zijn, man. Ik word hier erg kriebelig van. Deels... nee! Ah, dat meen je niet. Ah, I feel like such an idiot. Oh, kijk, zie dat bedoel ik. Nu gaat het mis. Nu gaat de paniek toeslaan. Zag je dat? De mission? Ik kwam me net al een beetje in tijdnood, ja. I know. Please. En we zijn gezien. Oh, shame. Ultieme shame. Oké. Komt ie. Laten we het nu alsjeblieft in één keertje goed doen. Blast processing. Vraag me af of we ooit nog een hele goede Sonic game te zien gaan krijgen. Op dit moment betwijfel ik het, maar weet je, die mascotte die is zo herkenbaar. Die is zo sterk wat dat betreft. Dat moet toch vanzelf wel weer een keertje gaan komen.
laatste van de game waar ik me echt mee heb vermaakt. En ja, ik vind ze gewoon niet zo heel erg tellen. Dat is de Sonic Mania serie. En die is echt uitstekend. Maar hij is eigenlijk geboren uit een fanproject. Dus tel ik die niet echt helemaal mee als officiële Sonic game. Ik denk dat de laatste enigszins oké Sonic Generations was. Leuke game. Ik hou alleen niet zo van het 3D-stijltje. Dus ik hou meer van de pixel art. Dat is ook, dat is natuurlijk ook vanuit nostalgische overweging. Maar dat is de reden waarom ik Mania ook heel erg cool vind. Want die heeft dit oude steltje. Voelt dus vrij authentiek. Maar die levels zijn van zo'n gigantisch hoog niveau. Heel vet gedaan. Oh my god. Het gaat weer mis. Het gaat weer mis, jongens. Oh, een beetje slowdown hier. Ja, ik weet dat ik mijn RTX 3080 nog niet binnen heb. I know, maar dit is ook weer een beetje overdreven. Okay, moeten we hier weer scherp zijn? Niet haasten. Kijk, en dat is het ding. Hier komt Tails. Kon je dus overheen vliegen. Oh. Had ik weer bijna hetzelfde fout gemaakt, hè? Ik ben niet aan het opletten. Nou, we hebben in ieder geval een checkpoint. Mocht het nou weer misgaan. Ah, nee! Normaal gesproken sprint hij daar over het water heen. Ik vind dit een beetje onzin. Kijk, okay, whatever, man. Zo snel mogelijk down. Ai. Ik pak in ieder geval één ringetje. Ja, daar is hij. Bevrijd de beestjes. Oi. Ik heb nog meer water. Hey, die zat ook in de tv-show. De tv-show van Sonic was vroeger ook heel erg tof. Maar dat was die van Mario trouwens ook. De Super Mario Bros. Super Show. Genieten. Ik heb echt altijd het gevoel dat ze de cartoons van toen... Die maakt ze tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is het allemaal lelijke, goedkope CGI-troep. Ik waardeer die cartoons van vroeger echt veel meer. Maar ja, misschien hebben de kids van nu hebben dat ook met de cartoons van nu. Hups. Eerste gedeelte van het level. Volgens mij heeft deze twee acts. Ja, zo'n twee. Volgens mij ging hij hier ook echt in die tempel, maar dat weet ik niet zeker. Nou, ik word bijna geraakt door de pijl daar. Oh. Nee. Ik zie ook helemaal niks. We moeten nu wel even wat ringetjes pakken. Ik moet net zeggen, anders zijn we
gezien. Oké, welke kant moeten we nou? Ik denk deze. Oh man, hij zat precies achter die paal. Huh? Waar ben ik nou toch geraakt? Is het toch zo'n pijl of zo? Ik moet wel een ringetje pakken. Oh, gelukkig. Oké, okay, daar vliegen af en toe wat verdwaalde pijlen. Daar gaan we niet bij kunnen komen, denk ik. Daar gaan we denk ik niet bij kunnen komen. Nee. Hier wel. De muziek is toch geniaal. Echt geniaal. Kijk, daar hebben we hem. De beestjes bevrijden. En dan zijn we er, jongens. Dat is niet heel best. Twee keer toch aardig dom dood gegaan. Maar ja, ik moet wel zeggen, Sonic, dat blijft voor mij gewoon iets waar ik ontzettend veel van haal. Ik denk dat dit als klein kind een van mijn favoriete levels was. Simpelweg door de muziek en de lichtjes. Het is Las Vegas, man. Dat vind je er prachtig uitzien. Het ziet eruit als een kermis. Dus wat wil je nog meer? Hey, dit was de Flashback Vrijdag van vandaag. Sonic the Hedgehog 2 op de Sega Mega Drive. Uitgekomen in 1992. Staat me nog goed bij. Dit was het alternatief voor Mario voor de Sega Mega Drive. Laat me weten in de comments of je ook Sonic the Hedgehog 2 hebt gespeeld. En laat me weten welke game we volgende week moeten gaan checken voor Flashback Vrijdag. Voor nu, bedankt voor het kijken en ik wens jullie nog een heel fijn weekend toe. Later jongens, ciao ciao.